De 1,5 meter schaaktafel is na 3 dagen al verdwenen. Een oproep op Facebook levert veel reacties op. En een van die reacties is van de gemeente Delft. Ja, helaas. We hebben hem weggegooid. Want hij moest, alles wat op straat stond vlak voor oud en nieuw, moest weggehaald worden in verband met brandgevaar en vandalisme. En zodoende is hij ook in de vuilcontainer terechtgekomen. Heeft de gemeente zijn excuses aangeboden? Nou ja, god, het was natuurlijk ook wel een beetje mijn eigen schuld. Maar ja, ze vonden het wel vervelend, zeker. Ja. De kunstenaar werkt vaak illegaal. Ja, je kan kunsten maken en ergens op je zolder blijven zitten of hier in mijn werkplaats. Maar je kan natuurlijk ook het gewoon ergens neerzetten. En aangezien ik er toch niet echt van hoef te leven, is dat niet erg. Het is niet de eerste keer dat er iets verdwijnt van Tijns kunst. Zo plaatst hij 2 stoelen met 1,5 meter ertussen op een brug. En die is minstens 3 keer het water ingegooid. Of die heb ik op een gegeven moment vastgebonden. Toen hebben ze hem weer in elkaar geslagen. Toen heb ik weer een nieuwe gemaakt. En daar is ook weer een poot onderuit geschopt. Dus ja, er zijn schijnbaar toch al de mensen die daar het niet mee eens zijn. Misschien met die 1,5 meter of wat dat dan ook is. Ik weet het niet. De baas ook nog wel eens wat doet af en toe. Hè? Na de eerste coronagolf plaatst Noorderbos een klein café op de markt. Maar dat is ook geen lang leven beschoren. Toen ik s'avonds laat nog even voor de deur zat, zag ik plotseling allerlei jongelui met onderdelen van mijn café langslopen. Dus die heb ik wel teruggehaald, maar nou ja, het was verder afgelopen. Wat vind je ervan als het dan vernield wordt of weggehaald wordt? Ik vind het wel vervelend dat mensen zo zijn. Dat je denkt van, joh, ik schop het gewoon in mijn... Dat vind ik het ergst als je het kapot maakt. Wat wordt je volgende project? Wat we ergens kunnen zien in Delft? Als het weer een beetje mooi weer is en we mogen weer wat, dat we op de markt het reuzenscrabble gaan doen. Dus dan krijgen we 4 partijen, iedereen krijgt zijn letters. En dan gaan we hele grote tekst op de markt neerleggen. Dat lijkt me erg leuk. Dus Delft is voorlopig nog niet van jou af, Tijn? Nee, echt niet. Nee, dan moeten er ergere dingen gebeuren.